Ja, het is zondag. Voor de kerk op het plein. Morgen brullen. Daar komen Koen en Claudia. Met het gezelschap. De ceremoniemeester regelt de laatste dingen. En dan kunnen we weer naar de kiosk. Ja, goedemiddag boeren en boerinnen. Welkom op deze prachtige zondag. Deze zondag waarop wij een huwelijk gaan sluiten. Wel in de onecht, want dat hield bij carnaval. Jullie zien hier achter Olie al, achter mij, zien jullie het gezelschap al klaarstaan. Ze barsten van de zenuwen, maar dat maakt niks uit, dat huurt erbij. Fijn dat jullie er allemaal zien. Kom nog een stukje naar voren, dan kun je het goed zien en goed huren. Dat is net zo gezellig. En hier schiet de zon. Dus dat is heerlijk om in te gaan staan. Voordat ik de aftrap ga nemen voor het toneelstuk wat hopelijk leidt tot een vruchtbaar huwelijk, wil ik eerst even iemand bedanken, namelijk degene die het stuk geschreven heeft. Ik weet niet of ze er is. Maar dat is Mariet Pauwels. Zie ik Mariet ergens toevallig? Ja, ja. Een heel groot applaus voor Mariet Pauwels. Gaat er maar aan staan. Even zomaar een toneelstuk schrijven. Oké. Boeren en boerinnen. We gaan beginnen. In Amerika is iedereen in staat van opwinding. Natuurlijk vanwege de aanstaande trouwerij van Claudia en Koen. Maar ook om iets anders. Het circus is in het dorp. En dat is al heel lang niet meer voor gekomen. En dat circus heeft ook nog allerhande te maken met dat huwelijksfeest van vandaag. Nou zie ik jullie al denken, hoe kan dat dan? Wat heeft een circus nou te maken met de boer Bralft? Maar luister maar eens hoe dat allemaal zo gelopen is. Het begon een tientje geleden. Vader en moeder van onze bruidegom zaten samen met haar zoon aan tafel te praten, zoals dat wel eens lukken gaat. Koen, ik ben blij dat ik ga trouwen en dat je zo'n schoon meisje hebt uitgezocht. En nog wel een goede boerendochter. Alleen die schoon Els, die vindt het gewoon apart. Alles moet biologisch verantwoord. Verkens moeten vreuten in de modder. Kiepen moeten rondscharrelen en dan gewoon ze ook naar koeien knuffelen. Niet knuffelen, vader. Ze gaan koeien masseren. Dan schijnt het vlees lekker mals wat te worden. Masseren? Een geknijde mieflap in de pan? Het moet niet gekker worden. Och vader, mag om maar geen zorg. Wij houden hier alles bij je houden. Ik zeg maar zo, dit maar gewoon. Dat is altijd goed genoeg geweest. Wel fijn, hè, dat Claudia ja hebt gezegd toen je dat nu weer vroeg. Ja, wat hij zou anders moeten zeggen. We zien toch hartstikke gek op elkaar. Ik stelde eer dat jullie twee een schone hoes en deur gevangen hadden. En dat wij dus de broderie kosten kregen. Dus kunnen wij trouwen, zei ik tegen Claudia. En zij zei, dat is goed. Nou, erg romantisch heb je dat niet aangepakt, hoor. Romantisch. Nou begint te klinken als die familie, schoonfamilie van Koen. Met romantisch, ik heb er geen eten op tafel. Twee vuur op de grond, zo heurt het. Ja, mam, niet iedereen kan zomaar even naar Rome gaan om door bij het monument van Victor Emmanuel op de knieën te vallen en een huwelijksaanzoek te doen. Dat kan toch niet? Nee, daar heb je wel gelijk in, maar die trouwerij, dat mag je wel wat romantischer aanpakken, hoor. Dat vindt Claudia vast wel fijn. Wet eens, mam, door kost ze wel gelegen hebben. Dat ga ik doen. Ik vind dat mijn meisje dat verdient. Alleen moet ik nog eerst bedenken hoe ik dat zal gaan doen. Wat een onzin. Intussen zitten ze bij de familie van Claudia ook net aan tafel. Toevallig. Jij kunt zeggen wat je wilt, maar hoe het en huwelijk hebt gevoerd, daar is toch niks. Helemaal niet romantisch. Nee, weet u maar hoe mijn vader mee ten huwelijk hebt gevraagd. In het maanlicht tegen het put. Tussen het reet had je een picknickmandje verstopt. Met champagne en rozen erin. En toen ging je op de knieën en toen... Oh, zo romantisch. Ja, dat was gewoon waar. Alleen jammer dat ik mijn picknickmand in de put kukelde. Ach mam, ach pap. Koen bedoelde het toch goed. Dat romantische zit er nou eenmaal niet zo in. Maar wat mag het doet? Wij houden van elkaar. En dan giet het toch in.
Ja, als je zo'n els hebt als Koen, dan kunnen we er niet mee inzitten. Wat zien die toch zo zakelijk? De vader vindt dat boren al helemaal niks. Maar ik zeg maar zo, biologisch boren is het helemaal. Voor ons geen kunstmest, maar gewoon een stront. Geen KI, maar gewoon onze scheng. En onze oor, geen gespijt met vergeef. Gewoon puur natuur, zo huurt het. Maar Claudia, nou jij daar de boerin wordt, gaat het daar misschien wel weer wat anders gebeuren. Dat moeten we dan maar afwachten, pap. Zeg, hoe zit het nou met de brullen? Heb je bij je chateau-holtmeulen al alles besproken? Nee, Koen moet eigenlijk nog een keer mee, om door alles verder af te spreken. Nou, dat zou ik me dan toch eens tiet weren. Ach man, dat kan toch wel goed? Dat heb ik zo geregeld al. Het is gewoon mijn werkuur. Maar weet je, ik zal eens naar hem toe gaan. Ik heb allemaal goed. Als Brietje, je dan direct op zoek naar haar gommetje. Om dat te bespreken. Onderweg komt ze haar vriendin tegen. Het bloemenmeisje. Haha, Esther. Hé, hey, Claudia. Zeg, heb je al gehuurd? Een Circus Cup naar Amerika. Leuk, wat? Lang geleden dat er hierin is geweest. Oh, chic, man. Dat vind ik echt leuk. Want Circus, dat is helemaal mijn ding. Ah, Claudia. Wat huur ik? Wat is helemaal mijn ding? Ach, ben gekkie. Ik toch zeker? Ach, gekkie. Circus, dat is helemaal mijn ding. Hoi, Esther. Hoe is het met de bloempjes? Goed, ik mag niet klagen. Maar, hoe is het nou met het circus? Ja, er komt een circus in Amerika. En met de wanneer? Net als jullie uw trouwerij gepland hebben. Toevallig hoor. Maar geen zorg. Het liefst de ganse week staan. Dus die zat om naartoe te gaan. Oh, wat fijn. Want daar wil ik echt naartoe. Maar nou moet ik vlug gaan, want ik zit er al in een klant voor de winkeldeur staan. Anders schiet hij nog tussenuit. Hoi, wa. Hoi. Hoi. Zeg, Koen, ik wil eigenlijk net op weg naar dich toe om het even over een strouwerie te hebben. Daar wil ik het ook al over hebben, over de locatie. Ik weet dat je het eigenlijk al afgesproken had in Tegelen bij de Holtmeulen, maar er zit er nog wel werk. Dat is toch gaar niet leuk? Wil mij nou maar een leuke locatie zoeken. Ik wil je verrassen. Vind je dat goed, schatje? Nou, ja, weet ik niet. De tramlocatie? Nou, vooruit. Ik loop me verrassen. Maar, hoe komen we er eigenlijk heen? Mijn papa heeft al over een limousine. En een limousine? Wat kost dat wel niet? Onze pap zei dat het goed gaat met zijn geboren kar. Moet je schoonschroeven, moet je versieren. Dat is toch prima en het kost niks. Wat goed is, moet je goed laten. Ja, weet je, prima. Maar voor de rest, ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen. Wacht maar, het komt helemaal goed. Dus, onze bruidegom moest snel iets bedenken om zijn Claudia mee te verrassen. En zie je, hij had geluk. Want op dat moment komt hij een oude kameraad tegen. Ah, die Koen. Maar, zeg ik dat goed? Pieter, dan nog, dat is lang geleden. Kom je eindelijk terug eens een keer in Amerika kijken. Ja, ik dacht, ik zal mijn alle kameraad nog eens op komen zoeken. Dat vind ik schoon. Hoe gaat het met jou? Wat doe je tegenwoordig? Ik werk bij het circus in Amerika. Ik ben acrobaat. Meestal hang ik aan het trapeze, humor boven in de nacht. Wat? Geen bij het circus? Wauw. Houd niet, ik ga net te praktiseren. Ik liep mijn hals om eens te boven. Ja, ik ga je binnenkort trouwen en ik wil mijn broertje verrassen met een heel romantische locatie. Maar ik weet het groot nog niet hoor. Zoe, trouwen, officieel zeg, hebben we hier eerst een bloeiende dag. Als jullie hier met het circus in de deur komen staan. Hé, hey, echt hoor, want dat heb ik misschien wel een heel goed idee voor jou. Wat zou ervan zeggen mee in het circus te trouwen? Geet dat daar? Wacht. Nou, je is helemaal gek op het circus. Wacht, er komt hier een baas aangelopen, dat is een directeur. We zullen hem vragen. Ah, baas. En hè, is dat een goede plek om een circus op te bouwen? Ja, dat is een prima trein. Dat is helemaal top. Zeg, dit is Koen. Heer de Amerika. Dit is op zoek naar een romantische trouwlocatie. En toen dacht ik direct aan de circus. Dat kan toch wel? Ja, zeker kan dat. Koen trouwen midden hier in de piste. En heel makkelijk, want ik kan jullie trouwen. Want ik ben tevens boetgoed ambtenaar van de burgerlijke stand. Gij ziet circusdirecteur en ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe kan dat dan? Ja, gewoon een bijbaantje. Is altijd handig.
Trouwen in de piste van het circus. Dat vind ik een keigoed idee. Dat doen we. Afgesproken. Maar, het moet wel een verrassing blijven, voor mijn broertje. Dus niet doorvertellen, hoor. Nee, prima. Van mij heeft ze niks. Goed, kom, ik moet gewoon. Pieter, wil je mij? Ja, ik kom eraan. Zo cool. Nog de nimmer te praktiseren. Ja, de romantische trouwlocatie. Ja, daar ben ik heel blij mee. Maar, ik wil het nog wat romantischer maken. Maar dan wil het wel wat spannender. Wat wil je dan? Wat had al iets in gedachten? Ja, iets voor geen mee mij moet helpen. Dan vertel me, maar wat het idee is. Ja, dat zal ik ook eens zeggen. Claudia is gek op het circus, maar ze is ook gek op bloemen. Nou, hij heeft gedacht, maar ik weet niet of dat giert. En het zal dan wel wat spannend worden. Maar... Mooi, maar leuk. Trouwen in het circus. Dat vind ik echt chic. Maar wat zou je nu bedoelen? Met wat zal het spannend worden? Daar snap ik niks van. Maar ja, wat mag je doen? Trouwen in het circus. Er giert weer wat tijd voorbij en inmiddels... bouwt het circus zijn tenten op in Amerika. Bij Koenings in Toes weten ze inmiddels ook dat de trouwerij in het circus gaat plaatsvinden. Zeg, Koen, heb je nou alles geregeld met die circusdirecteur? Is het al rond met die trouwlocatie? Bijna. Ik moet nog het een en ander afspreken, maar dat komt goed. Ik moet toegeven dat trouwen in de circuspiste wel schoon is. En er verder nog iets met die nieuwe temster kunnen regelen. Dat liep me geweldig in zo'n leeuwenkuur. Dat waren van die stoere trouwfoto's. Ja, dat weet ik. Dat geeft het stoere ring pap. Maar ik heb die nieuwe temster nog niet gevoerd. En ik moet ook een Pieter vragen. Ik weet niet of dat wel allemaal niet lukken daarboven in Den Haag. Het wordt wel spannend allemaal. Ja, heel spannend. Ik weet zeker dat jou die het leuk gaat vinden. Weet je wat ik het schoonste vind? Dat die trouwlocatie jaar niet deur is. Ik heb even onderhandeld. Ze mogen wat plakaten weer in de wijn neerzetten. En ik krijg je weer korting bij de trouwerij. Dat is goed geregeld. Niet dan? Wat maakt dat nou uit? Geld is geld, goed is goed. Ah, Claudia, wat is er aan de hand? Je kikt ze aardig. Toch niet spanning voor de bruiloft? Koen regelt toch alles? Ja, maar dan begin ik dus hoe langer hoe banger voor te worden, hè? Banger? Zenuwachtig zult je bedoelen? Nee, ik bedoel dus echt banger. Ik weet heus wat ik kan trouwen in het circus. Wat? Hoe weet jij dat? Ja, nou, ik heb misschien per ongeluk Koen een beetje afgejusterd. Per ongeluk, ja, ja. En weet je, dat circus, dat vind ik ook echt geweldig. Maar Koen zei dat hij het natuurlijk wel wat spannender wilde maken. En daar ben ik dus zo bang voor. Hoe bedoel je spannender? Ja, dat is het juist. Dat weet ik niet. En met Koen kunnen we van alles verwachten. En zijn vader zei de vertrouwen in de leeuwenkooi. En Koen had het over de nok van het circus. Maar wat zie je dan nou bang voor? Ja, maar ik ben toch bang voor leeuwen. Dus ik wil niet in een leeuwenkooi. En trouwen in de nok van het circus. Dat durf ik echt niet. Of, Koen gaat natuurlijk weer iets stoers doen. Zou je ook niet de eerste keer zien. God weet wat hij dan wel brukt. Nou, stil maar. Misschien valt het wel mee. Weet je, ik hoor echt heel veel van mijn Koen. Maar als het zo geeft, dan wil ik niet meer trouwen. Tuurlijk wil jij wel trouwen. Je maakt ook veel te veel zorg. En let maar op, het gaat heel zeker prima lopen. Denkt hè? Zeker. Maar weet je wat? Bij dat circus is ook een waarzegster. Die kan in de toekomst kijken. Die moet hem maar eens vragen. Die kan hem vertellen of alles goed gaat. Hoe weet jij dat, van die waarzegster? Die kwam hebben bij de winkel kruidenplantjes kopen. Maar die heb ik geen. Ik heb ze doorgestuurd naar Routoes. Ik weet dat oude pap de hoor vol het storen met kruiden. En natuurlijk onbespoten en biologisch verantwoord. Als je nou direct naar huis gaat, dan treffen ze misschien nog. En zo snel als Claudia zegt maar eens, waar ze inderdaad de waarzegster aantreft, ben je er elders aan de toffel. Och, kom erbij zitten Claudia. Dit is Sjouke. Die vertelt net van alles over kruien. Weet je wat je moet doen als je oorpijn hebt? Peterselie. Ja, want met peterselie in de oren ga je beter horen. Hallo Sjouke. Ik huurde dat zich waarzegster bent in dat circus. Ja, dat klopt. Ik kan ook de toekomst voorspellen. Maar ik kan ook readings geven over aardstralen en kosmische energie.
En ik kan hem precies vertellen wat ik voor je kan doen. Ja, dat is niet interessant. Dat is helemaal verwijderd in al die hemelsen. De vinger. Gewoon in zien met de natuur. Kijk wat ook willen. Maar Claudia, je ziet helemaal van streek. Is het de stress voor de bruiloft? Neem Valeriaan en alles zal beter gaan. Nou weet je, ik heb eigenlijk liever dat ze mijn toekomst voorspelt. Ook prima, maar we zitten toch gespannen. Weet je wat, ik heb hier ook nog wat anders. Neem heen maar een snapje van. Hé, hey, is dat wat ik denk dat het is? Jazeker, want met een snuifje wiet word je rustig zowiet. Alleen voor medicinaal gebruik natuurlijk. Maar natuurlijk, maar ik ben ook heel erg gestrest en ik krijg dan ook zo'n snufje. Nee, nee, jij neemt natuurlijk veel te veel. En wat hè? Neem je het allemaal, word je zo stoen als een kanaal. Maar Sjouke, zien die kruiden dan allemaal medicinaal gebruik? Jazeker, voor alle chemische pelletroep is er iets alternatiefs in de natuur. Dus ook voor, ja, hoe zal ik het zeggen? Van die kleine blauwe pilletjes, weet hem al? Voor oudere heren. Vrouw! Natuurlijk is dat wat ver. Dille. Dille? Ja, gewoon dille. Want met dille tussen de billen zou zelfs opa nog wel willen. Nou, zie zo het jullie. Ik wil gewoon dat ze in een bal kijkt. Prima, even pakken. Ik zei, in hoe verre toekomst heel veel kindjes. Nou, ik heb eigenlijk liever dat ze in de zeer nabije toekomst kiks. Goed. Ik zei, dat je in de nabije toekomst heel erg schrikt. Schrikken? Nee toch? En ik zei dat alle sterren heel gunstig staan voor uw huwelijksdag. Dat je het helemaal prima werkt. Ja, echt hoor. Oh, gelukkig. Maar wat bedoelt ze eigenlijk met het heel erg schrikken? Ja, sorry, mijn bol is nou echt helemaal leeg. Ik kan niks meer zien. Gerustgesteld? Eigenlijk niet. Want waar schrik ik nou eigenlijk van? Och, ze komen op, misschien dat hij het nog wel achter. Ons broertje is helemaal niet gerustgesteld. Ze werd hoe langer hoe zenuwachtiger. Ze weet niet meer wat ze moet doen. En uiteindelijk, ze is gewoon helemaal ten einde raad. En op dat moment treft ze haar verloofde Koen. Ah, schatje van mij, hoe is het? Al een beetje neeskerig welke locatie ik heb uitgezocht? Ja, ik, wat zal ik zeggen? Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik wil eigenlijk liever niet gaan trouwen. Wat? Wat zullen we nou krijgen? Niet meer trouwen? Hoor je niet meer van mij? Jawel, ik hoor je heel veel van nou, maar ik zie die trouwerij in dat circus gewoon echt niet zitten. Hoe heb jij dat? Wie heeft dat verklaard? Ik heb al Volgens mij heeft oude man dat verteld, bij het kine in de zaal. Toen is het die oudjes daar en aan de brug terechtgekomen. Die hebben het weer verteld bij het koersballen. En toen is het via de vrouwenboom bij Ummetum terechtgekomen. En ja, als het bij Ummetum is, dan weet het ganse deur. Maar ik wil dus niet meer trouwen in dat circus. Ik ben te bang. Bang? Waarom zie je bang? Ja, dat weet het toch. Ik ben bang voor leeuwen. Dus ik wil niet trouwen in een leeuwenkooi. En trouwen in de nok van een circus, dat durf ik al helemaal niet. Ik heb hoogtevrees. Maar merk je toch. Wat heb je toch domme dingen in een mooie cupje gehaald? Zal ik het over vertellen? Oh, daar komt net de leeuwen temster aan. Dan kan die uitleggen wat de bedoeling is, zeg. Allereerst wil je gewoon niet trouwen in de leeuwenkooi. Ik hoef al helemaal niet bang te zien voor leeuwen. Want sinds 1 januari hebben we geen leeuwen meer in het circus. Dat mocht niet meer. Ja, maar Dine Pap zei dat hij het stoer van staan om in de leeuwenkooi te trouwen. Ja, gewoon in de kooi van stoere foto's te maken. Dat doe ik niet. Ik gooi de ganse kooi niet opstellen. Alleen maar mijn foto's lot knippen. Al vinden we pad een hartstikke stoer. Dus gewoon geen leeuwen meer? Maar wat is er nou dan? Ach, ik ben aan het trainen met andere biertjes. Het is niet zo spannend, maar je moet gewaagd. Wacht eens even, over spannend gesproken. Maar wat was er dan in de nok van dat circus? Moeten wij zo'n ding verpezen? Nee, natuurlijk niet. Zal ik het aan me hier omhoog vertellen? Het is wel de verrassing eraf. Ik zou het doen, dan is er goed tenminste gerustgesteld. Verrassing? Amma hoela, ik wil het gewoon weten. Nou?
Poen, jullie hebben namelijk in onze acrobaat gevocht, of er in de nacht heel veel hangen. Wie jullie trouwen heen? De acrobaat? Dus niet Koen zelf? Nee, niet Koen zelf. Ja, en dan moet in acrobaat bij het ja-woord o lievelingsbloem gesloten regenen. Het is wel een beetje spannend of dat allemaal gaat lukken. Oh, wat romantisch. Mijn lievelingsbloem gesloten regenen. Wacht eens even, mijn lievelingsbloemen, dat zijn veldbloemen. Ja. Die zijn er toch niet in februari? Ja, dat weet ik toch ook wel. Ik heb ze net bij Esther in de boeketterie besteld. Hier, ze liet ze importeren uit het buitenland. Wat? Wat was dat? Geen denken aan, ga ik ze maar gauw afbestellen. Bij Van der Huls hebben ze tweede construise. Goeie. Gaan niet duur en toch mooi. Geld is geld en goed is goed. Ja, nou ben ik een keer romantisch en wie is er nou zo zakelijk? Zedde, we beginnen al een beetje op elkaar te linken. Nou, dan kan in ieder geval het trouwerij goed doorgaan. En krek, zo gebeurt het hier vandaag. Met een helemaal ontspannen Claudia. En ik vind het dan ook fijn dat jullie allemaal met z'n grote hoop hier zit gekomen om deze trouwerij mee te maken. Dus ik zou zeggen, laat gewoon, laat gewoon. Mooi jullie allemaal welkom heten op deze bierstikschone dag van Koen en Claudia. Zullen jullie naar voren willen komen? En een bierstikschone dag, ja. En volgens mij horen jullie al van bierstikschone dagen. Want dit is alweer de derde keer dat jullie gaan trouwen. Eerst in het sprookjesachtige Toverland in Zeren. Toen in het zuiden, in de kerk in Mechelen. En nu in het circus hier in Amerika. Dat wil toch wel zeggen dat ik als boetgroen ambtenaar van de burgerlijke stand in een bijzonder rijke mens kom te staan. Met Toos Toverhoed, de pastoor van Mechelen en nu ikzelf, de circusdirecteur. Koen en Claudia, jullie zien een mooi stijl. En samen met Victor en Isabel hebben jullie een schoon gezinnetje. Koen, ook ken ik al langste, sinds de basisschool. Je hebt gezien een jaar ouder als ik en heb bij mijn broer in de klas gezeten. NS. Pauze. Zoals ik al zei, je ziet een jaar ouder als ik en je hebt bij mijn broer in de klas gezeten. En jullie gingen ook altijd met pikgroep op stap. En dat is voor mij nou heel handig, want ik heb de nodige verhalen gehuurd over Owen en Kamerui en wat er allemaal onder normen en hoe gespoord is. Maar geen paniek, ik zal het hier netjes hooien. Want zoals gehuurd is Koen eigenlijk een hartstikke romantische en rustige kerel. Die wel af en toe iets impulsiefs en stoers met hem moeten doen. Zo schiet het dat als je vroeger een paar pilsjes op had, dat je daar geen ergens een of op klom. Met wisselend succes geloof ik, bijvoorbeeld op de Zwarte Cross. De wilste horen is inmiddels wel verloren. Maar ik ben toch blij dat we in Amerika met name een leergebouw hebben. Het hoogste wat onderweg naar huis vandaag nog neven komt, is gelukkig de glijbaan met het beukenhofje. Dus Claudia, echt veel zorg om door niet te maken geloof ik. Vroeger heb ik ook regelmatig met over een voetbalveld gestaan. Toen waren jij al iemand van hard werken en niet slauw. En als het nodig was, dan wordt er gooit sluiting moeten gooien. En je schuwde de modder en een drek ook niet. Dat kunt nou op de boerderij natuurlijk nog goed van pas. Want op de putweg dan wordt flink doorgewerkt. Toch geloof ik dat je meer vroeger meer goed besteed hebt. Hey. Hey, je moet er wel aan. Denk wel. En ben ik toch benieuwd. Misschien is het inmiddels verleden tijd, maar het schijnt dat geen enorm flink stappen wat ze in de put ging zwemmen verder je begon met mij. Het zal nou misschien wel wat koud zien, maar mende dat het er van de kamer van nog van kent of niet? Nee, dat was de nieuwjaarsduik. Ja, dat zal ook niet veel warmer zijn geweest. Maar goed, terug naar de trouwerij. Drie maanden scheepsrecht, je kent dat spreekwoord wel. Dat zeggen ze als de eerste twee pogingen niet eens gelukt zien. Maar dat is bij jullie toch niet het geval, geloof ik. Als ik kijk naar jullie mooie gezinnetje, jullie hoes en bedrijf op de putweg, dan liep mij die eerste twee pogingen ook al prima gelukt. Maar toch is mij wat opgevallen. Als ik zo terugtel, dan trouwen jullie eigenlijk om de twee jaar. In 2011 in Zeren, in 2013 in Mechelen,
en nu in 2015 in Amerika. En verder, tussen elke trouwerij hebben jullie uw gezinnetje uitgebreid, want eind 2011 is Victor geboren en vorig jaar Isabel. Wat dat voor de komende 2 jaar betekent en of we in 2017 ook weer een feestje hebben, dat laat ik even in het midden. Maar het schept wel een zekere verwachting natuurlijk. Koen en Claudia, ik wens jullie vandaag een geestig schone dag en voor de toekomst alle geluk en liefde met elkaar en natuurlijk met Victor en Isabel. En wie weet wat de toekomst brengt. Mocht ik nou een Esther vragen, vriendin van de broed en mijn eigen bloemenmetje, een persoonlijk woordje te richten aan het broedspaar. Nog een trui. Nou, kunnen we weg. Koen en Claudia, ook ik ben heel blij en vereerd dat ik deze schone dag met jullie, jullie kindjes en elders en alle andere aanwezigen mocht vieren. Onze directeur heeft zich voor altijd Koen gericht. Maar ook de broed mocht niet onbesproken blijven. Pas toen jij in Amerika kwam wonen, hebben wij met ook kennis gemaakt. Bij toeval waren wij tegelijk zwanger van ons oudste kindjes. En ook nog uitgeteld op precies dezelfde datum. Maar een echte Tiele schijnt altijd te laat te komen. Dus ze zien niet tegelijk geboren. Het is wat lastiger om te achterhalen. Ja. Het is wat lastiger om te achterhalen, want geen vuurkomst naar Amerika in nog jonge jaren allemaal uitgesport hebt. Naar eigen zeggen heeft het geen zin om uw Mechelse vriendinnen hier vragen over te stellen, want die zeggen toch niks. Dit kan 2 dingen betekenen. Of je ziet altijd net zo lief en onschuldig geweest als dat gedroed zit, of, tja, dat mag iedereen zelf verder invullen. Maar goed. Hoe jullie elkaar ontmoet hebben, dat weten we wel. Als Rowan Heijzen-fan waren je wel bekend met Amerika. En dan met name met de slotconcerten. Dus toen er in 2010 in Mechelen plannen gesmeten werden om ook eens een keer de Amerikaanse kermis te bezoeken, liet je overhalen om ook mee te gaan. Bij Boom Show aanbeland, zagen je Koen en rapte jullie aan de praat. Of het aan de romantische klanken van de teddyboys lag of aan de zonse temperaturen, dat weet niemand. Maar jullie hadden elkaar gevangen en waren op slag verliefd. In de maanden daarna leerden jullie elkaar beter kennen. Claudia's charmes en koorkunsten lieten Koen niet onberoerd. En andersom maakte deze stoere, maar toch romantische boer ook indruk op Claudia. Aangezien jullie allebei goed weten wat jullie willen, en geen in het mens Claudia, lieten jullie er geen gras over kraaien. Het resultaat van die liefde zien 2 prachtige kindjes en een mooi gastvrij gezinnetje op de putweg. Die gastvrijheid door hebben wij de afgelopen weken als gezelschap al regelmatig van mogen genieten. Je vertrekt niet zomaar bij jullie zonder dat je een tas koffie, een stuk vlaai, een fles beer of wat gebakken eieren hebt gehad. Je hoort van lekker koken en het organiseren van feestjes en gezelligheid, waar je zelfs ook werk van hebt gemaakt. We maken door deze carnaval dan ook dankbaar gebruik van en vieren het feestje vandaag heel graag met jullie mee. Ook ik wens jullie heel veel geluk voor de toekomst. Geniet van deze prachtige dag en van elkaar. Hey. Nou, zeker als woordrecht worden vragen of ze ook op haar eigen spirituele manier een zegen wil geven aan de kaart. De sterren staan goed. Venus en Mars staan in een rij en de zonnetje straalt. En ik vroeg aan moeder natuur om dit onechte huwelijk bij Claudia en Koen te willen zegenen. Dat er nog meer kindjes mogen komen en dat de mais groot mag groeien. Amen. Dat is nou nog eens klaar voor praat. Claudia en Koen, geef elkaar de rechterhand. Koen, neem jij Claudia tot een onwettige echtgenote en belofte jij dat niet omeilen koeën, maar Claudia op de eerste plaats zal komen en dat jij altijd naar de romantische plekjes van Claudia zal blijven zoeken. Koen, wat is daarop jouw antwoord? Ik beloof dat Claudia op de eerste plaats komt, nog veel meer koeën. Ook al zitten er wel een paar verrekte gooien tussen. En als echte Demetrijer beloof ik net zo lang te zoeken dat ik het juiste romantische plekje bij Claudia heb gevonden. Dus, mijn antwoord op de vraag is, ja, verrekte geer. Claudia,
Wilde jij Koen tot een onwettige echtgenoot nemen en beloofde jij dat jij Koen net zo lekker zou masseren als de koeën van oude pap? En dat, als Koen een keer in de put zit, jij hem weer goed zult trekken en hem met biologisch verantwoorde scharreleikers weer op zult krijgen? Claudia, wat is hierop ook antwoord? Ik beloof dat ik Koen net zo lekker zou knuffelen en masseren als een koe, zodat Koen ook helemaal zijn biceps zal hebben. En als beste hobbykok van een putweg beloof ik altijd Koen zijn broodworst heel lekker kloor te maken. En als al dat geknoevel en geklein niet zou helpen, dan beloof ik ook dat er altijd een stroop met dillen in onze hoofd zal staan. En daarom is mijn antwoord, ja, biestige. Wij mogen jullie nou elkaar de ringen omdoen. Ja, ze vallen. Dan verkloor ik jullie hiermee tot man en vrouw. En natuurlijk mocht de broer gekust worden. Koen en Claudia, mogen ik jullie vragen een veer op te gaan naar de bondzaal? Ja, wacht even nog. Voordat we gewoon heb ik wel nog gevraagd, Inge eigenlijk. Aan mij? Wat is dat dan? Ja, je mocht dus geen leeuwen meer temmen, hè? Maar met wat voor beestjes ben je nou in het trainen dan? Ik ben aan het oefenen met een vloeiencircus. Een vloeiencircus? Wat leuk! Lukt er wel een beetje, hè? Nou, eigenlijk leek ze goed. Toen ik ze merk voor je voor, hè? Toen zien ze mij allemaal ontsnapt. Dus als iemand ze misschien ziet, maar ze gaan weer terug. Ja, dames en heren, boerenboerinnen. Ik kreeg het ook spontaan jeugd van. Dus laten we nou deze mededeling maar als laatste ons boerenbruiloftslied gaan zingen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog één groot applaus voor dit prachtige gezelschap. Turftreiers, turftreierinnen, boerenboerinnen. Ik nodig jullie allemaal uit om zo meteen naar de zaal te komen. Naar de receptie en met ons mee te feesten tot in de late uurtjes. Wij gaan op weg onder de klanken van ons eigen boerenballenslied. Hey! De elders van de boeren, die hebben mond. Ai, 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 ai. Als je ook ik leven, als je maat en dat, die bent.